Met een klein zakenvliegtuig is dokter Tide Herrema na een gijzeling van 36 dagen samen met zijn vrouw teruggekeerd in Nederland. Op het vliegveld 16 Hoven, waar de heer Herrema met 3 van zijn 4 zoons herenigd werd, wandelde hij fit en opgewekt naar het stationsgebouw, waar hij tegenover de Nederlandse pers uitvoerig verslag deed over de 36 dagen van zijn gevangenschap in Ierland en over de 2 jonge ontvoerders die hem al die tijd bewaakt en bedreigd hadden. Over Gallagher zei hij: Harry Kelleher had een vrij onaangename methode. Gedurende de hele dag, de ochtenden, was hij kennelijk bezig om plannen te maken. En die plannen moesten dan meestal om 3:30, 4 uitgevoerd worden. Dan werd hij betrekkelijk agressief, drukte mij in een hoek, drukte met een pistool in mijn nek, of heeft me ook een paar maal op mijn hoofd geslagen met een pistool, en heeft me onder andere een tand uit mijn mond geslagen. Ik heb altijd een zakmes bij me. En dat zakmes, dat hebben ze me vrij snel afgenomen, evenals een schroevendraaier die ik altijd in mijn zak heb. Maar op het moment dat we het kamertje verlieten waar we waren, heeft Harry Kelleher mij mijn zakmes en deze kogel teruggegeven met de opmerking: this is yours. De heer Herrema, die na alle spanning en ontberingen, zowel lichamelijk als geestelijk, een opvallend goede conditie vertoonde, verliet hierna de aankomsthal onder de bewonderende blikken van honderden toeschouwers die speciaal voor hem hierheen gekomen waren. Na een kort verblijf in zijn huis werd hij vervolgens opgenomen in het Sint-Radboud ziekenhuis in Nijmegen om daar in volledige rust op verhaal te kunnen komen.